Ik ben erg enthousiast, want gisteravond zag ik toen ik een video maakte dat er nieuwe eindschermen, nieuwe eindannotaties zijn voor mobiele gebruikers. Dus kijk even mee hoe dat werkt. Om je nieuwe YouTube eindschermen te kunnen gebruiken, ga je rechtsbovenin en klik je op het icoontje. Je gaat vervolgens naar Creator Studio, daar klik je op. Dan ga je naar Videobeheer. Je klikt een video aan, bijvoorbeeld mijn laatste. Je klikt op bewerken en dan zie je hier eindscherm en annotaties. Daar klik je op. En nou zie je gelijk een raster. En dat is eigenlijk het raster waar je nieuwe e eindschermen in kunt zetten. Hou er rekening mee als je nieuwe video's maakt dat je alleen de laatste 20 seconden een eindscherm kunt neerzetten. En die kun je dan ook nog verplaatsen naar het aantal seconden waarin je je eindscherm plus elementen wil laten zien. En het mooie is nu eindelijk, eindelijk het was al in Amerika, nu eindelijk in Nederland, is dat je dus op mobiele apparaten werken je annotaties. En dat is natuurlijk heel prettig, want de oude annotatie werkt alleen op desktop en soms op een tablet. Maar nu in ieder geval op telefoons ook en dat is natuurlijk super super handig. Um, laten we eens even kijken om een element toe te voegen. We gaan eens even kijken waar we hem gaan positioneren. Of het groter. Dan kunnen we nog een element toevoegen. Maken. En dan zeggen we de meest recente upload. Element maken. En die zetten we dan bijvoorbeeld hier. Een beetje jammer, want het wordt een rommeltje omdat ik al een eindkaart heb gemaakt. Dus het is natuurlijk heel lastig van ja, ga ik alle video's weer opnieuw uploaden of ga ik uh, in dit design gewoon de nieuwe annotaties toevoegen. Dus ja, ik ben er nog niet helemaal achter. Ik denk dat ik ze opnieuw ga uploaden, maar ja, dat is natuurlijk echt een monnikenwerk. En het uh, is wel zo, je kunt dus niet de oude annotaties gebruiken en de nieuwe annotaties tegelijk. Dus ja, het is uh, je moet het even privé gaan afwegen wat het beste is. Maar in principe is het natuurlijk zo, nu kun je ook de mobiele gebruikers de service geven om door te klikken. Nou, wat je verder nog kunt doen is je kunt een schabloon gebruiken, een template. En dit zijn eigenlijk templates die YouTube zelf heeft bedacht, waarvan zij zeggen deze combinaties die werken goed. En het, ja, als je natuurlijk een template gebruikt, is het natuurlijk super handig, want dan kan je in één keer alle video's via TubeBuddy kun je aanpassen. Dus ik ben ja, zeer benieuwd hoe, hoe dit gaat werken op je views. De verhalen uit Amerika zijn super positief: dat mensen echt 20 tot 40 procent meer kijkers en meer doorkliks krijgen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus we klikken op opslaan. We kunnen hem nog even bekijken. Voorbeeld. Nou, super. Ik ben heel benieuwd wat het gaat doen voor mijn views. Ik hou jullie op de hoogte. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds YouTube vragen? Stel je vragen even hieronder en ik ga je vragen beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een duimpje omhoog en abonneer je natuurlijk even op dit kanaal en kijk gelijk een van deze andere drie video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.